Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. We zijn vandaag op dinsdag aanbeland. Het is de 15e januari en het is 14:21, bijna 2:30. Ik had vandaag eigenlijk een afspraak bij een mevrouw die in het praktijk werkt van de huisarts. Voor mijn COPD-controle, maar ik ben daar nog te min voor om door die kou daarheen te moeten. Helemaal naar de andere kant van de stad. Dus ik heb vanochtend vroeg al afgebeld en ik ben weer lekker in slaap gedukeld. Eindelijk, maar dan toch heb ik een hele goede nacht gehad. En ik was nog steeds zo moe. Ik heb wel eventjes rechtop gezeten, maar ik werd draaierig van de moeheid. Ik denk, bekijk het allemaal maar. Niemand die zou komen vandaag. Ik heb Carmen ook gisteren al afgeappt van je hoeft niet te komen, want ik ben daar te min voor. Dat blijft maar lekker weg. Oh, moet ik het dan ook naar het kantoor bellen? Ik zeg, voor mij niet. Ik zeg, dan kun jij ook een keertje lekker vrij nemen. Ja toch? Dus ja, ik heb net wel Frodo's tuin schoongemaakt. Ik ga straks ook nog trachten om het raam toch nog te doen. Dat raam. Misschien wel. Ik weet het nog niet. Ik kreeg in ieder geval een pakketje binnen. Wat erin zit, weet ik niet eens meer. Want ik heb het vorig jaar al besteld en ik heb het nou pas binnen. Dus verrassend pakketje. Ik ga koffie maken. Ik ga nog een broodje maken. Want ik heb dus ook nog niet gegeten. En dan zien we weer wat de middag aan het brengen gaat. Ik hou jullie op de hoogte. Ik zou zeggen dat. Straks weer. Hallo lieve vrienden. Ja, ik ben back af. Ik heb al heel wat gedaan. Ik zit nog wel in de troep. Gigantisch. Ja. En ook de bank straks daar weer onder hebben. Onder het raam is ook binnen gelapt. Buiten niet, krijgen glazen waar ze voor. Doet hij boven ook allemaal gelijk, daar kan niemand bij. Nee, hun wel. Maar ik ben back af. Ik ga nou een bakje koffie doen. En is wel onbelendig. En dan even goed je werk doen. Want normaal je huishoudelijke zorg behoort te doen. Nou ja, nee. Ja, ze behoort het zware werk te doen. Maar ze behoort niet jouw kerstspullen op te ruimen. Daar is ze niet voor. Moet je je familie en vrienden voor laten komen. Nou, wat voor familie? Die wonen buitenland. Dus die kunnen niet. En die hebben ook hun eigen werkzaamheden. En ja. Vrienden? Nou, voor vrienden moet je het hebben. Ik had vrienden, maar dat was vroeger. Toen je nog niks markeerde. Maar zodra je maar wat gaat markeren. Het hoeft nog niet zoveel te zijn. Dan ook eens al af, want behoor jij niet meer in hun straatje thuis. Nou, ik vind het bizar. Waar is hun mentaliteit gebleven? Hun respect, normen en waarden. Hebben ze niet meer, nee. Nou, ze gaan hun gang, maar ik doe het op mijn manier. En dan kom ik er ook wel. De raam heb ik nog klaar. De tak die ik lekker laten hangen. Vind ik wel zo gezellig. Dan moet ik eerst nou uitrusten. Ik heb het ook even aangetrokken, want met een rubberen beetje heb ik. Kijk, daar ligt het vuil. Maar omdat ik de bank ga verhuizen, krijg je weer vuil, want daar ligt allemaal zand weer. Gisteren lag er zand, heb ik geveegd. Maar dat laken waar Frodo op legt, dat gaat even uitgeklopt worden. Gaat toch in de was en er komt nog een nieuwe schone op. Dus ja, ik heb nog genoeg te doen, maar ik ga nou eerst koffie doen. Ik vind het goed. Ik hou jullie op de hoogte. Doei, doei. Hallo lieve vrienden, ja daar ben ik weer. Het is vandaag woensdag, morgenochtend in ieder geval. Het is, we zien 9:20. Ik heb het lichtjes aan, want het is buiten heel erg donker en triest. Grijs, grauw en koud. Maar in ieder geval, ja ik ben er weer en ik krijg rond de 10:30 mijn begeleider van Cerelo weer op bezoek. Het gaat een klein beetje beter met me. Ik heb nou 2 nachten goed kunnen slapen. Wel kort, maar goed. En dat scheelt toch ook wel weer een heleboel. Ja. En hier hebben we Frodootje.
zonder kap, want hij doet het goed. Behalve wanneer ik weg ben, dan krijgt hij kap om. Hé? Ja, en een melkkorf. Voor de rest s'nachts ook zonder kap. Dan kan je wel zeggen zonder kap, maar je slaapt toch? Ja, oké. Maar als je jong bent en je hebt kindertjes, word je wakker van ieder geluid. Hek ook met de dieren. Ja, dat blijft in je zitten. Als er eentje niet in orde is, dat hij gaat overgeven, dan hoor ik dat en dan moet ik eruit en dan maak ik het schoon. En dus ja, en hier zit Eeuwin water te drinken. Kleine prinsesje. Hé, kopje omhoog, had je genoeg gehad? Hé, had je genoeg gehad? Nou ja, zoals jullie al licht weten, ik ben dus bezig de kerstspullen te verwijderen en te doen. Dat ga ik vandaag ook weer mee verder. Maar ik ben eerst nou even een bakje koffie aan het doen en een broodje en wakker worden. Ja, dus ik zeg het tot later. Ja, goedemiddag lieve vrienden. Ik heb vanochtend niet gevlogd. Ik was vanochtend al heel vroeg wakker. Ja, en ik had geen zin om naar bed, want ik dacht bij mezelf, ik moet slapen. Ik had nog geen 2 uurtjes slaap gehad. Ik moet slapen. Want na 10 eindelijk ben ik in slaap gevallen weer. Frodo! Frodootje! Frodo! Kom dan! Hé, je dook is kwast. Malloot! En het waait en het doet. Maar in ieder geval, het is vandaag. Want vandaag is het vandaag donderdag. En het is de 17e december. En het is 3:03. Dat weer een stuk vloer kapot. Oh, wat dat iemand mij kon helpen met mijn vloer. Ja. Ik vind dit gewoon niet leuk meer. Maar oké. Ik probeer wel weer een beetje te gaan vloggen, etcetera. Maar het wil met mijzelf allemaal niet. Nee. Wat het met me beter ging. Maar ik heb ook vanochtend een heel, heel triest bericht gehoord hoor. Ja. Misschien dat ik daar vandaag zo ben. Ik heb hoofdpijn, ik ben misselijk, alles wat, nou ja, wat ik niet vanochtend heel vroeg had, heb ik later wel op de ochtend gekregen nadat ik een appje heb gekregen van mijn eigen huishoudelijke hulp, Rebecca. De baby is te vroeg geboren en dood. Ja, dat vind ik erg. Ik had het er zo graag gegund. Ja, dit had ik niet verwacht. Maar ja. Ik weet het anders ook niet. En ik moet verder met die kerstspullen, maar geen zin. Maar ik moet toch. Maar ik ga eerst even een bakje koffie doen. Ja. Wie gaat er meer koffie doen? Wie komt mij helpen? Ja, zou ik fijn vinden. Maar niemand, nee. Ik bedoel, Karin en Roderick, die hebben te druk. Die wonen verder weg en Karen die is ook gaan werken, dus ja, dat hoor ik ook vandaag hoe dat is gegaan. En buiten de huishoudelijke hulp om zou ik wel iets willen hebben dat iemand zou willen helpen, gewoon uit liefde. Ja, maar ja, degene die dat zouden willen doen, die wonen allemaal te ver weg. Ja. Maar oké, ik ga hier een beetje verder, ik ga een bakje koffie doen en ik zie wel waar ik aan toe kom en waar ik niet aan toe kom. Simpel van, ja toch? Ze zeggen tot later. Een hele goede morgen lieve vrienden. Ja, ik ben er weer. Ik voel me ook iets beter. Ik ben ook weer een beetje opgemaakt, tenminste ik ben opgemaakt. Ik kan niet bij mijn computer komen, want de zon daar heb ik last van. Ik heb hier zorg vanuit 2 theedoeken hangen. Dat de zon die schijnt. Maar het is 10:50 en het is vrijdag. Astrid die komt niet. Die is ook nog steeds ziek. En ja, ze is al wel weer net opgeknapt. Ze is de
heeft geen koorts meer. Ik zeg, dat maakt niet uit. Ik ben ook lang niet mezelf. En daarbij, ik zit in de troep. Ik ben met die kerstpullen bezig. Ik heb gisteravond hier de slingers weggehaald. Het is nou enkel het raam nog. De kerststakken nog. De kerststak over de kast nog. De kerststal nog. In het hoekje bij mijn dierbaren. Dus ja, het kleinere spul, laat maar zeggen. Dat moet nog. En ik zie ja, allemaal boksen om me heen. En de vloer ziet er niet uit. Ik denk, nou ja, lekker belangrijk. Eerst die troep weg, dan de vloer. En het moet toch ook getwijld worden. Dus ja, het komt wel. Ik heb nog het hele weekend hoor. Simpel. En nou ja, mijn vloer die gaat ook kapot. Dat vind ik ook zo heel erg. Ja, dat het beschadigd is. Het komt door mijn stoel. Ik moet eerst je keffer die dingen kopen. Bij Praxis of Gamma of weet ik van wat. Daar kun je soorten met matten kopen voor onder bureaustoel of rolstoelen of wat dan ook. En dan krijg je niet van die beschadigingen, is mij verteld. Ik weet het niet. Maar wat ik nog veel erger vind, is dat. Ja, dat is beton. Hier, komt omhoog. En ik had nog wat gezien, hier ook. Komt ook omhoog. Ja, laat helemaal los. Dus ik ga straks eerst in de kast, want daar heb ik nog meer leggen. En dan moet het maar vervangen worden. En de punten, die moeten maar even met lijm vastgeplakt worden. Gewoon secondenlijm, ja. Dus ja, dat staat in de kast, dus dan moet ik eventjes zo erbij. Ik ga eerst nog een bakje koffie doen. En ik ben even met nog een spelletje bezig. Eerst even aan mezelf denken en dan ga ik aan het werk. Ja toch? Ja. Ik heb net een broodje op. Mijn televisie deed het niet. Nee, die boxer, tenminste wat weet ik veel, was weer helemaal in de war. Ik was helemaal in de rat, want ik en geen televisie, dat zijn twee dingen wat niet kan. Nee. Nou, ik moet televisie bij me hebben. Anders word ik helemaal gek. Ik heb beter nog zonder internet dan zonder televisie. Ja, want dan is het gelijk zo stil, hè. Dat ik de buurvrouw heb gevraagd. Gezondheid, zeg ik dan maar. Maar die is op vakantie. Dus ja, dat gaat al niet door. Toen Wilma, nou, die was met de vader te boodschappen doen. Dat ze zou daarna komen. En hoe laat wist ze dat niet. En ik denk, ja, hallo. Ik wil televisie hebben. Het is zo stil. Dus Den Haag gebeld. Karen en Roderick. Ik geloof dat ik die wakker heb gebeld. Maar hey, sorry lieverd. Maar ja, kan er niks aan doen. Maar hij doet het weer dankzij Roderick. Ja. Hij was helemaal in de war, die televisie. Ja, normaal behoort hij alles te onthouden, dat spul daar. Maar hij had het nou niet onthouden. Dus, maar oké, het is weer goed gekomen, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor aan Roderick, ja. Dus ja, lieve vrienden, ik ga even nog van een bakje koffie genieten. En met mij komt het ook wel weer goed, ja. Ik voel dat ik overspannen ben, dan weten jullie het maar. Dus ja, ik heb rotdagen, die komen er weer aan. 25 februari is weer in aantocht, andere maand in. Dan is het alweer 2 jaar dat ik zonder mijn mannetje ben. Ja. Ik vind het heel wat. Ik vind het erg. Ik vind het bedroevend. Maar ik dacht dat ik het toch goed deed. Ja. Maar oké. Mijn hondje Frode die doet het ook goed. Zonder kap. 'S Nachts en overdag. Maar als ik wegga, dan krijgt hij hem op. Maar ik ben nog niet weg geweest. De hele week nog niet. Nee, moet nog. Maar komt ook wel. Dat oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, hier en daar een wolkje erbij. Nou ja, dan word je toch weer helemaal blij, of niet dan? Ik vind dit wel lekker weer. Ik heb geen gordijnen daar. Ik heb wel een zonnescherm aan de buitenkant. Ik krijg er wel heel makkelijk naar beneden, maar niet makkelijk omhoog. Dus ooit, ik hoop ooit dat ik eens een keer een schip met geld langs zie komen. Dat ik daar mijn deel vanaf kan halen. En dat ik dan van die zonwerende
Vouwgordijnen kan kopen, wat je wel naar buiten kan kijken, maar niet naar binnen. Dus ik kon dan wel dan zo naar buiten kijken. Maar kom jij eraan gelopen, dan kan je niet naar binnen kijken, maar het is ook gelijk zonwerend. Ik hoop dat je me begrijpt. Nou, zulke soort vouwgordijnen zoek ik. En voor Hero zoek ik ook vouwgordijnen, maar dan gewoon donker, weet je wel, voor de avonturen in de nacht. Want ik heb nou een gordijn hangen, maar die is in principe te smal. En hij moet iedere keer ertussen doorgewerkt worden, tussen de aanrechten en in. En dat wil haast niet, dus ook daar wil ik een vouwgordijn. Geen rol, maar een vouw, want rolgordijnen, vroeger was dat van metaal daarbovenaan. Het is nu allemaal van plastic. Eén keer trekken en het is alweer kapot ook. Oh, al zo vaak meegemaakt. Nou, dat wil je niet hebben. Vind ik zonde van mijn geld. Kan ik het geld ook beter uitgeven, toch? Maar oké, ik zou zeggen geniet maar en doe wat je doen wil en geniet daar ook van. Ik zou zeggen doei doei. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, dan ben ik weer even en ik ben back en back af. Ik heb heel wat gedaan, ondanks dat ik nog in de troep zit en niet zo zuinig ook. Maar daar hangt de kerststakken nog, de tafel is nog een bende. Daar hangen de kersttakken nog naast de kast en ook die tak over de kast heen, etc. Maar het raam is schoon. De keuken is verder ook schoon op dat gedeelte na, maar ja, je bent toch nog aan het werk daar ook. De vloer hier is schoon. De gang is leeg, de wc is leeg. Ook daar is het schoon, heb ik net gedweild, dat ik zit nou net om weer even uit te rusten. En dan is het, ja, de troep hier in de kamer opruimen, even stofzuigen en morgen weer een dag. Dan hou ik het voor vandaag voor gezien en ik laat gewoon de boel wat boel is. En wat ik op keer ruime kop heb, wat ik nog niet op keer ruime, dat doe ik niet. En ik zet het aan de kant, morgen weer een dag. Ik ben het zat, ik heb genoeg gedaan voor vandaag. Ik ben al vanochtend vroeg al bezig, dus mag ik. Ik heb buiten ook nog kerstspullen, dus dat moet ook nog. En eerder kan ik ook niet de boxen opruimen om naar boven toe te doen. Maar de vloer die is gemaakt, daarom staan de eetstoelen daar. En de bank die staat halverwege. Omdat daar de vloer gemaakt is, enkel waar de bank staat, daar is een stukje uitgesneden. En er is een stukje, nieuw stukje mee, dat wordt eventjes maat afgesneden en dan komt daar weer een nieuw stukje in. Maar dat wordt met weekend even gedaan en dan komt het maandag weer te leggen. En dan moet daar weer de bank even staan. Maar ja, het keert straks weg, dus. En dan gaat de telefoon en dat zal Karin wel wezen. Dus ik zeg, toedeledokies. Ja, lieve vrienden, ik zit nog steeds in de troep, maar daar kan ik niks aan doen. Nee, ik was druk bezig, alles was schoon, dat weten jullie al. En ik zou hier dus net een bak koffie gaan doen, dat weten jullie ook. Ik zou pauze houden en voilà, gaat de poort open. Komt Wilma binnen. Oké, die is 6:15 weggegaan. Maar voordat ze wegging, kreeg ik een appje binnen. Jullie kennen jullie vast nog wel Mitchell herinneren. Die is ook al een paar keer in mijn vloggen geweest. Die is dus eind vorig jaar, oktober zoiets, september, oktober, is hij geëmigreerd naar Ierland. Staat die in ene voor de deur. Dus ja, was gezellig, was leuk. Was fijn dat hij er weer even was en hij zou van de week nog een keer komen, tenminste andere week dan. En zou die het een en ander nog komen brengen. Hij had het ook over een computer, dus wie weet hoef ik geen computer te kopen, maar dat zien we dan weer. Maar in ieder geval, al ben ik maar voorlopig geholpen. Want ja, deze die is echt een einde, want
Mijn poorten die gaan kapot, waar je die dingen in kan steken. Die gaan allemaal kapot, dus ja, hij is gewoon ten einde. Hij is ook al 10 jaar oud, dus het mag ook wel eens een keer. Dus ja, we zullen het beleven wanneer die weer terugkomt. Ik zal wel een appje krijgen van kom maar aan. Dus ja, en ik ben nou met mijn eten bezig. De diertjes hebben al eten gehad. Enkel Eeuwen ben ik aan het bijvoeren, want die is broodmager. En toch, nou, zo fit als een hoentje, maar het is meer bot dan wat anders. Dus ja, die ben ik aan het bijvoeren. Ik heb nou net weer even vlees gehad. En dan zitten die anderen wel op mijn neus te kijken van, ja, maar wij ook. Nee, jullie hebben gehad. Zij krijgt bijvoer. Ja, ik zal morgen even wat anders voor haar halen. Een blikje met vis, et cetera. Vinden ze ook vast en zeker wel lekker. Dus ja, lieve vrienden, ik ga vandaag ook weer gelijk afsluiten, want ik ben zat, ik ben moe. Ik zit nog echt in de puinhoop, maar ik doe niks meer. Nee, laat me staan, morgen weer een dag. Ja hoor, want ik zou dat opruimen. Nou, daar ben ik niet aan toegekomen, dan staat er nog, kan er ook niks aan doen. Nee toch? Dat, nee. Maar in ieder geval, ik ga zometeen een hapje eten en ik ben moe. Ja, ik ben te zat. Sorry. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ik zou zeggen, misschien wel tot morgen, misschien ook niet. Ik weet het niet. Maar jullie merken het wel. Doei, doei. Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, we zijn er weer en het is vandaag zaterdag. En het is 9:47 en het is 19 januari. Nog even, zitten we weer in februari. Ja, voor mij een rot maand, maar ja, wanneer niet, hè? Ja, heeft iedereen wel eens last van. Maar in ieder geval, weer welkom bij een gloednieuwe vlog. En ik hoop dat het nou weer wat beter gaat. Ik kan het nog niet in elkaar zitten. Ik ben daar nog een beetje te lommelendig voor. Plus ik zit met die troep nog hier in huis om me heen. Dat moet ik allemaal opruimen. Dus buiten nog. En ik ga straks eerst naar een bak koffie, want ik heb koffie klaarstaan. Even naar de deka wat boodschappen halen. De beesten moeten weer eten hebben. Dat is bijna op. En Ewen die is brood en broodmager. Ik weet niet waar ze is. Ben je meisje? Nee, ze is daar niet. Nou, dat weet ik het ook niet. En daar hebben we Frodootje. Die is wel lief hoor. Ja, oh, zo lief. Maar Ewen, ja, die is broodmager en toch, ja. Ze wil bijna niet eten en toch ziet ze er niet ziek uit. Dat ook weer niet, ook niet de ogen staan helder. Maar ze is ook zo mager, dus ik ga ander vlees halen. Want het vlees wat ik geef, dat wil ze niet meer hebben. Dus ja, dan ga je toch wel wat anders zoeken. Van wat moet je nou? En ja, ze eet er vleeswaren mee. Oké, ze moet toch wat, hè? Ja, en een stukje vlees van mij af. Of als ik uit de super haal. Dus ja, je moet toch wat. Maar ik ga lekker een bakje koffie genieten. En daarna ga ik naar de deken. En dan zullen we de rest wel vinden als ik weer thuis kom. Ja, een hoop troep nog, hè, zoals jullie zien. Ook hier achter me. Ga ik ook allemaal nog doen. Maar ja, het komt wel goed. Kleine beetjes hoor. Ja toch. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is weer mooi weer. Het is ook koud. Dus kleed je goed aan als je naar buiten moet. Dat doe ik ook. Ik ben blij dat ik weer naar de deka hoef. Ja, eigenlijk moet ik nog de markt over en alles. Nou ja, ik probeer zo snel mogelijk terug te zijn. Ik neem jullie niet mee, het is toch hetzelfde ritueeltje. Nou, dat hoeft niet iedere keer, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan en tot later. Nou, ik ben weer thuis. Ik heb de boodschappen hier al, enkel ik heb nog niet alles. Maar het belangrijkste heb ik wel en dat is sowieso aan Eeuwen gedacht, ja. Dus, maar ja, maakt ook niet uit dat ik nog niet alles heb. Nee, ik zou je wel willen.
Jij eet je brokken op. Ja, dat is vies, dat moet ik uitspoelen om weer te dweilen. Ja, ik ben nog lang niet klaar. Ik ga nou eens een bakje koffie doen. En ik zal mijn bounty opzoeken. Natuurlijk heb ik een bounty mee. Ja. Ja. En jullie weten wat voor jurk ik aan had. Met de bruiloft van Karen en Roderick. Ik miste zelf nog wat. Maar dat kon ik nergens krijgen. En nu, dat de carnaval voor de deur staat. Wat denk je? Ja. Ik vind het. Oftewel. Handschoenen. Zilveren. Nou, dat zat toch prachtig met een tasje en dan bij die bruiloude jurk. Ja. Dus ja, helaas pindakaas. Ik zal straks even passen, kijken hoe dat zit. Ja, toch. Vind ik wel leuk. Maar ja, die vrouw die heeft een gouden top aan en dan een zilveren handschoenen. Ik vind de combinatie dit niet mooi. Maar ja, wie ben ik? Oké, ik ga verder aan de gang, lieve vrienden. Lekker eerst van de koffie genieten. Met een bounty. En dan ga ik daarna hard aan de gang. Ik zie jullie straks alweer na. Als ik, tenminste, ik probeer klaar te komen. Lukt het niet, morgen nog een dag. Ja, ik denk wel eerst aan mezelf, dan aan de rest. Dus tot later.